Hallo mensen. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maar waarom rijden al die mensen achter ons aan? Ja. Let's go. Een hele goede morgen. Het is zaterdag en we zijn alweer uit de veren. Want het is weer tijd om te gaan strandracen. De jongen is de vaatwasser aan het uitruimen. En hij heeft al broodjes in de oven gedaan. Pluspunt, Jasp. Die doe ik elke ochtend, hè? Dit doe je niet elke ochtend. De vaatwasser wel, maar niet per se de broodjes maken. We gaan zo meteen naar Frankrijk toe. Voor het eerst van mijn leven dat ik een strandrace ga rijden in Frankrijk. Zit je petje goed? Ja. Kijk je lekker naar jezelf? Nou, ik probeer in de camera aan te kijken. Okay. Ik heb dat van jou geleerd. Oké. Hallo mensen. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen zijn we naar Frankrijk. Mijn eerste strandrace in Frankrijk ooit. En we gaan vandaag zaterdag gaan we eerst naar Duinkerke. Daar gaan we het EK-parcours verkennen. En morgen gaan we rijden een wedstrijd in Berck-sur-Mer. Wie won er vorig jaar bij de mannen? Yes, big boy. En de titel te verdedigen, jongens. Ja, weet je moet zeggen als de Fransen aan de kant moeten? Nou? À droite. Weet je wat dat betekent? Nee. Naar rechts. Of à gauche. Naar links. Maar je moet niet zeggen tout droit. Want dat betekent rechtdoor. Oké, okay, we gaan beginnen met ontbijt en dan gaan we die kant erop. Rietje, daar gaan we. Daar gaan we. Rietje dicht. Huppa, rijden. Het is weer te laat, 12 minuten. 12 minuten te laat al, nu al? Ja. Hoe kan dat? Ik stond de hele tijd op je te wachten. Vertel het maar, jongen, terwijl ik in de auto zat. Iedereen ziet dat je net instapt. Kijk, die mensen zijn lekker aan het roeien buiten, zie je dat? Wil jij Raymond even appen, dat we een kwartier later zijn? Nee joh. Introductietje, we gaan zo meteen eens iemand oppikken, Raymond van der Vlies. Raymond van der Vlies is de ploegleider altijd geweest bij Jasper op de club, bij de Mol. Daar is hij nu een paar jaar mee gestopt. Jasper die rijdt natuurlijk ook niet meer bij de Mol, maar bij Zonkeloos Cycling Club. En Raymond gaat het jaar zijn comeback maken als ploegleider, want hij gaat weer samenwerken met Jasper. Hij wordt namelijk ploegleider bij de Zonkeloos Cycling Club. Jazeker. Heb ik dat goed gezegd? Dat heb je top gezegd. Hoe lang ken jij Raymond nu al? Vanaf de nieuwelingen. Nou. Nog en langer. En je bent al heel oud ondertussen dus. Maar Raymond die gaat dus al een heel aantal jaren met Jasper om. En hij is hem nog steeds zo gek om met hem mee te gaan. Dus dit weekend gaan we met z'n drietjes naar Frankrijk. En is Raymond onze verzorger. Jackie aanpakken voor de start. En coach. En coach. Mentale steun en toegelaten. Mental coach. Alles. Alles. Voedingsdeskundige. Ja, maar waarom rijden al die mensen achter ons aan? Ja. Volg de Skoda rijden. Aangekleed. We gaan even een rondje doen op het EK-parcours. Het loopt zwaar hier, kijk, je zakt helemaal weg. Diepe sporen. De schilder heeft dus mijn frame in een speciale kleur gespoten. En nu, met dit zonnetje, dit lekkere zonnetje, kan ik jullie mooi even laten zien hoe dat eruit ziet. Glitter en glamour! We hebben een uurtje in de auto gezeten, ik heb even gereden
En we zijn nu aangekomen in Berk. We zijn meteen weer de fiets opgestapt. En we gaan nog even een rondje verkennen voor morgen. Rondje hier is 10 kilometer dus. Even achter Jas aan. We staan nu bij een van de afgangen van morgen. En Jasper die loopt even naar boven om te laten zien welke lijnen hij gaat rijden. Ik vind dit best wel moeilijk jongens. Ik zal jullie even laten zien hoe het gaat als Jasper zo naar beneden komt. Je komt heel stijl, heel snel. En je moet recht naar beneden en dan haakse bocht door het losse zand draaien. Verkenning zit erop. Spullen pakken naar het hotel, douchen en dan gaan we lekker avondeten. Het was een lange dag, maar wel een goede dag. Het avondeten zit erop. Was het lekker, jongen? Was heerlijk. Doe dat vieze gele kussentje nou weg. Op je hoofd nog wel. Buh, gooi het op de grond. We gaan slapen, jongens. Morgenochtend 6:15 de wekker. Nou, proost. Ga weg. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Het is nog even wakker worden, hè? Zo'n 6:45 ochtend. Zullen we zeker? We zijn op weg naar het ontbijt, jongens. We beginnen met... koffie. Nou, daar staan we. Het ontbijtje zit erop. Ik ben omgekleed. Fietskleding aan. En we staan naar het strand. Naast het strand waar het gaat gebeuren. En ik wil jullie eventjes, terwijl Jas hier het hotel uitkomt gefietst, jullie laten zien hoe mooi het hier is 's ochtends. Zo, kijk het strand, hoe groot het is nou. Het is echt breed, hè? En mooie lucht. Wat gaan we doen? Inschrijving. Nummertje halen. Ja. Let's go. Het rugnummertje is gehaald. Ik heb de eerste fotokaarten alweer getekend. Jas? Ja? Kijk, nummertje 91. Ik heb de eerste fotokaarten alweer getekend. Ja, oké, we zijn bij de start. We gaan ervoor. Ik ben echt... mega zenuwachtig. Het is echt niet mijn parcours, jongens, maar we gaan ons best doen. Ja, top Harry, hartstikke goed. Allee, voor naar de weer en doen we dat zo weer met race. Jan Marcus! Pasta party! We zijn gefinished en sterker nog, ik heb gewonnen. Het moest wel echt uit mijn kleine teen komen vandaag. Echt super zware wedstrijd. Maar ik zit nu weer lekker aan het bordje pasta te herstellen. Jasper heeft helaas, hij lag ook eerst, maar hij heeft een lekker band gekregen. Dus hij moest uitstappen in de wedstrijd. Wel echt teleurstellend. Hij is nu aan het bijtrainen op mijn fiets. Dan gaan we zo meteen nog even fiets poetsen. En over meer dan een uur is de huldiging. Ze zitten nog even te wachten in de sporthal. Hop hop, we zijn onderweg naar huis. Het zit erop. Een mooi weekend gehad, maar lekker om weer naar huis te gaan. De fietsen zijn al schoon, dus thuis alleen even wassen. En we zijn natuurlijk op de terugweg nog eventjes. Best in de klos, reclame. De Ros kijken.